We'll find a way, I'm more now. Some call me busy, I'm more now. Funanai kowa neira. No, they said that I saw. Mark, allereerst, heb je het naar je zin in Portugal hier? Ja, fantastisch. Ik denk dat de omstandigheden perfect zijn. We hebben mooi weer iedere dag. We hebben een heel goed trainingsveld. Wat het allerbelangrijkste is op een trainingskamp. En goede accommodatie om in te verblijven. Dan als je terugkijkt op de eerste seizoen zelf, hoe heb jij die beleefd? Ja, wisselvallig. Uiteindelijk staan we wel op de plek die wat nog alles openlaat, zeg maar. Hè. Een vijfde plek, dat is eigenlijk ook de doelstelling tussen plekken 4 en 6 spelen. We zijn natuurlijk door in de beker, wat belangrijk is geweest voor ons. Alleen de resultaten zijn te wisselvallig. En vooral tegen de kleintjes laten we te veel punten liggen. Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat we te maken kregen met zoveel blessures. En dat is heel vervelend geweest. Zeker ook omdat je op bepaalde posities spelers hebt moeten missen. En vooral Matafs is daar een heel goed voorbeeld van. Ja, die heb je natuurlijk keihard nodig. En dan zijn er ook een aantal jongens weggegaan in deze transferperiode. Onder andere Karami. Met blessures in het achterhoofd. Was dat misschien een risico? Ja, klopt. Maar ik heb daar uitgebreid over gesproken met onze trainer. En we hebben die beslissing genomen omdat het voor Karami ook steeds moeilijker werd om zich te motiveren op die positie. Omdat hij totaal niet aan spelen toe kwam. En dan maak je een afweging. Ga je door met een speler die in de tweede helft het heel moeilijk gaat krijgen om zich mentaal goed voor te bereiden op wedstrijden? Of ga je dan oplossingen zoeken door middel van een speler die je bijvoorbeeld op proef neemt, hè, die we nu een week hier meenemen op trainingskamp. En te kijken of je een backup kan creëren voor de rest van het seizoen op die manier. Ja, Ilias heet hij. Hij komt van Leira. Het is een jongen die 18 jaar oud is, dus logischerwijs nog heel veel moet leren. Maar we kregen een tip uit het netwerk van Leonid om het eens te proberen. En tot nog toe maakt hij een stabiele indruk. Hij is absoluut nog niet door het ijs gezakt. Maar we zullen moeten kijken in bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Livingston. Of hij het niveau heeft om bij ons aan te kunnen sluiten voor een half jaar. En voor de rest, inkomende transfers. Kun je ons een update geven over wat er allemaal speelt? Nou ja, Anna Nietzsche is natuurlijk nog een speler waarmee we bezig zijn. Dat is altijd een lastige kwestie, omdat het gaat om een non-EU'er. En we zijn bezig met een aantal zaken om te kijken of we die plooien glad kunnen strijken. Als dat lukt, dan zal hij aansluiten. En als dat niet lukt, ja, dan sowieso niet. Nee. En als we kijken naar de selectie op dit moment, is het een elftal met potentie. Waar liggen de krachten volgens jou? Ik denk dat we een mentaal hele sterke groep hebben. Jongens die bereid zijn om keihard te werken, om iedere dag het maximale uit zichzelf te halen. Het grootste gedeelte is nog natuurlijk van vorig seizoen. We hebben ook gezien dat we daarmee resultaten kunnen halen. Dus de verwachting is dat we dat ook dit seizoen zullen gaan doen. Hopelijk de wisselvalligheid eruit halen. Kijk, je laat te veel punten liggen tegen kleine clubs. Hè. Dat is wel gebleken. Dat moet eruit om zodoende aan de doelstellingen te voldoen die we voor ogen hebben. De beker, door in de beker, belangrijk. En voor jou persoonlijk is het natuurlijk belangrijk om de spelers die het uitstekend doen erbij te houden. Ja. Ik noem even een Biro, een Karavajev. Dat zijn stabiele krachten dit seizoen. Wordt het lastig om ze erbij te houden? Nou, ik denk wel dat daarvoor belangstelling zal komen. Biro heeft op dit moment 6 doelpunten gemaakt als nummer 10. Als hij zo doorgaat en hij schiet er 12 tot 15 in het seizoen, ja, dan is logisch dat daarvoor belangstelling komt. En voor Karavajev weten we ook dat daar al belangstelling sluimert, nog niet concreet. Maar dat een jongen is die in de gaten gehouden wordt, dat is logisch, denk ik. Ja. Richard en Margaret ben ik heel blij mee dat we die hebben kunnen vastleggen voor 3 jaar met ingang van 1 juli 2019. Omdat wij heel veel potentie in hem zien. Het is een atletische... Snelle jongen, technisch heel vaardig, met scorend vermogen, die zowel in de spits als op de flanken kan spelen. En hij brengt ook een beetje van die Amsterdamse bluff met zich mee. Hij komt natuurlijk van Ajax af. En Richie Moussaba is een jongen die al lang aanwezig is in onze jeugdopleiding en het ook uitstekend doet. En die ga ik een contract voorleggen volgende week om zodoende ook hem te proberen te binden aan Vitesse. Als laatste even op persoonlijk gebied. Jouw periode als technisch directeur zit er bijna op. Hoe heb je het ervaren? Waar ga je heen? Wat ga je doen? Ik heb het als een hele intense periode ervaren, maar ook een hele leuke. Zeker ook omdat we aan het eind van vorig seizoen nog de play-offs hebben gewonnen. Met prachtig voetbal, met heel veel doelpunten, spectaculair voetbal.
We hebben een hele drukke maand gehad op transferwindowgebied. Met onze scouts hebben we keihard eraan getrokken om daar het maximale uit te halen. Dat is gelukt. We hebben die selectie op tijd weten klaar te stomen voor de voorbereiding, voor een nieuwe trainer. En ja, nu is de tijd gekomen langzamerhand om voor mij iemand anders in te gaan werken en mijn rol weer op te pakken als hoofdscouting. Droomparken, sponsor van Vitesse TV.